Ik heb een vaste rubriek in het natuurprogramma, dat heet Buitengewoon. Dat is een programma wat gemaakt wordt door de Omroep Gelderland. En dat heeft een gigantische kijkdichtheid van tussen de 300 en de 350.000 kijkers. Het is dus veel voor een regionale omroep. Ja, sterker nog, het is het best bekeken natuurprogramma van Nederland. Het is Wolfezer Heide, de Wodanse Eiken. Het is een van mijn favoriete plekjes om oude bomen te fotograferen. Het is mooi licht. En als je goed kijkt, dan zie je dat het een beetje damperig is. En daar hou ik van, dat soort foto's. Die camera die je nu gebruikt, hè, die hier ligt, wat is dat voor een camera? Nou, het is deze Canon spiegelreflexcamera. Het is eigenlijk een hele bijzondere camera, omdat het de eerste camera van Canon is die ook op HD, hoge resolutie, kan filmen. Nou, in feite is het een hele gewone camera waarmee je door je zoeker, door je prisma kunt scherpstellen en ook foto's maken. In dit geval op een hele hoge resolutie van 21 megapixel. Nou zeggen die megapixels ook niet alles, maar goed, in dit geval heel veel pixels. Je ziet dat ik hem op de breedbeeldstand heb staan. En dan film ik op HD gewoon met mijn spiegelreflexcamera. Als ik denk van, hé, dit is best een mooie foto, dan kan ik ook zeggen, weet je wat? Hoppa, foto, tijdens het filmen. Canon heeft een hele reeks lenzen waarmee je gewoon nu kunt filmen met een extreme groothoeklens van bijvoorbeeld 16 mm of een hele lange telelens van 500. Nou, dat maakt dat ik al meteen een verschrikkelijk groot lenzenarsenaal tot mijn beschikking heb. Daarnaast kun je ook op een hele fotografische manier filmen. En dat is een beetje afhankelijk van de lichtomstandigheden. Kun je op bijvoorbeeld het moment dat je weinig licht hebt, prachtig mooi met scherpte diepte spelen. Zoals je dat met een foto ook kunt. Dus hele selectieve scherpte aanbrengen. Je moet er wel rekening mee houden dat dit een hele automatische camera is. Dus je kan behalve de belichting kun je niet veel instellen. Ik heb hier in deze camera nu een 8 gigabyte compact flashkaartje zitten. Maar met een 16 gigabyte compact flashkaartje kun je gewoon 45 minuten achter elkaar filmopnames maken. Op HD kwaliteit. Dus ja, dat is voor mij perfect. Ik hoef niet steeds bandjes te wisselen. Ik heb mijn camera, ik kan mijn shots maken, ik kan mijn stills maken. En dat maakt het tot een hele bijzondere en geschikte camera voor mij. Dat is vind ik wel leuk. Het is een typisch Hollandse foto van twee padden. Eigenlijk zijn het meer padden, maar je ziet er twee onder water die met een paringsritueel bezig zijn. En dat vond de jury van de BBC Wildlife Photographer of the Year ook. Dus daar heb ik de eerste prijs in de categorie Animal Behavior, dus diergedrag, mee gewonnen. Het was, en ook nog met een foto uit Nederland. En dat vond ik eigenlijk nog leuker. Want we winnen altijd foto's van met happende haaien en rennende olifanten. Maar dit waren gewoon padden in een oer-Hollandse prutvijver. Dus mooier kon haast niet. Wat is nou zo speciaal aan het Nederlandse landschap? Speciaal aan het Nederlandse landschap is dat het heel gevarieerd is. En dat er overal menselijke invloed te zien is. Dus je moet heel erg je best doen om of het in beeld te laten zien of het juist eruit te laten. En photoshoppen? Niet. Nee, ik ben echt de purist. Dus ik zou het heel vervelend vinden als mijn foto's achteraf gezien niet echt zouden zijn.